Dit is het Science Park en hier worden alle beta-studies van de UvA gegeven. Je moet denken aan biologie, biomedische wetenschappen, informatica, maar ook scheikunde. En zijn werkgroep lokalen, hoorcollegezalen, maar natuurlijk ook practicumzalen. En dit maakt het Science Park superleuk, super dynamisch, omdat je in kleine groepjes werkt, maar ook in grote zalen zit. En natuurlijk met een labjas in het practicumzaal mag zitten, wat heel spannend is. Amsterdam heeft een beruchte naam, omdat je hier natuurlijk sneller in aanraking komt met drugs en alcohol. En natuurlijk de Red Light District, de Wallen, dat draagt ook niet echt bij aan hun heilige naam of aan hun goede naam. Maar dit zijn juist de dingen waar je nee moet tegen kunnen zeggen. Je moet sterk in je schoenen staan. En gewoon nee zeggen. Natuurlijk moet je wel je comfortzone een beetje uitbreiden. Meedoen met een drankje en dat soort dingen. Maar je moet wel duidelijk zijn met je eigen grenzen. Ik denk dat het daar begint.